onze hulp en onze enige verwachting, staat ook in dit middaguur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw behoudt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader die zondaren aanneemt, van Christus Jezus de Zoon die het verlorene zoekt en van de Heilige Geest die het verdorvene vernieuwt. Amen. Gemeente, zetten wij ons samen zijn voort en wel met het zingen van Psalm 63, daarvan het eerste en het tweede vers. We noemen u Psalm 63, daarvan het eerste en het tweede vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad, o Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. En ook het tweede vers, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Ach, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. We noemen nu Psalm 63, vers 1 en 2.
Gemeente, de schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het Nieuwe Testament en wel in het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. En daarvan ook het laatste hoofdstuk, Openbaring 22. Maar vooraf doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan een ieder in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars, noch licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen, en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden, om zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie dezes boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels, die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en dergenen die de woorden dezes boeks bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe, en die vuil is, dat hij nog vuil worde, en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde, en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. En zie, ik kom haastiglijk, en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij, die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruik zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen.
en die wil, neem het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Gemeente, zoeken we samen des Heeren aangezicht om een zegen af te smeken over de bediening van het woord. Laat ons bidden. Heere, grootmachtig en eeuwig God in de hemel, u bent zo groot en vol van majesteit. En wie zijn wij mensen? Uw woord zegt nog minder dan een stofje aan de weegschaal of een druppel aan een emmer. Laat ons mogen zien, Heere, wie gij zijt. In uw macht en majesteit in de schepping, waar u alles hebt voortgebracht door het woord. U sprak er zij licht en er werd licht. U spreekt nog door uw woord, ook in de herschepping. Want Heere, dat is dat grote wonder, dat u nog mensen die diep gevallen zijn, ja, u de rug hebben toegekeerd, nog opnieuw geboren wil doen worden. Dat ze in de herschepping mogen ervaren dat u de levende God bent. En ook een genadig God in de Heere Jezus Christus. Want Heere, dat is het. Wij mensen zijn niet alleen maar nietige mensen, maar we zijn ook diep gevallen mensen. En dan wordt het wonder al maar groter dat u nog naar zulke mensen wilt omzien. Mocht dat ook het wonder worden in ons persoonlijke leven. U bent die God die nog genade voor genade wil schenken in de Zoon van uw eeuwige liefde, de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u daar ook ons oog voor openen? Want och, wij hebben vaak rechten. En Heere, zijn nog nooit aan het einde gekomen als wij nooit hebben verstaan dat we alles hebben verspeeld en verzondigd. Heere, wil ons op die plaats brengen waarop we gaan leren roepen om genade. En dat kan nog, want uw woord mag het ons nog bekend maken. Dat de genade is overvloeiende voor de grootste der zondaar. Heren, wie zijn wij mensen dat we het ook maar mogen hebben verstaan. Ook in de afgelopen weken werd in de consistorie al aan gedacht. In het gebed waar u spreekt, ook door de wonderen der natuur. Waar zoveel mensen hebben gekeken naar de gang van de planeten. Waar de zon werd verduisterd door de maan. Heren, dat is nog maar een blijkje van de grootheid van u. Dat we onze ogen ervoor open mogen gaan. Want Heere, alles wat u doet groeien is al zo'n wonder. Maar we hebben er vaak geen oog meer voor, want het is allemaal zo gewoon. Maar geef ons, Heere, dat we u mogen zien, ook in het rijk der natuur. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar Heere, uw wet verspreidt volmaakter glans. Dat is uw woord. Omdat u het hart bekeert. Dat woord wat u daartoe wilt gebruiken. Door de werking van uw heilige geest. Heere, zou u ons dan zo ook vanmiddag maar in stille verwondering hier doen willen neerzitten, dat u nog een plaats geeft waarin alle rust uw woord mag worden gelezen, uw aangezicht mag worden gezocht, psalmen, de liederen Sions mogen worden opgezongen. Och Heere, wat een weldaden
wil er ons toch bij bepalen, ook nu we nog mogen zijn in het land der levenden, in het lieflijk heden der genade. Daar mochten we vanmorgen bijzonder bij bepaald worden. Bij dit leven dat u nog geeft. Want heren, wat is dit leven onzeker. Het kan elk moment worden afgesneden. Een ongeluk en we zijn niet meer. Een hartaanval en we zijn niet meer. Ach heren, wij mogen nu nog zijn. In het lieflijk heden der genade. Niets onzekerders is er dan het leven, maar ook anderzijds niets zekerders dan de dood, die over ons allen komen zal. Heren, we kunnen proberen het te ontvluchten, maar het gaat door tot alle mensen, totdat ook de laatste zal zijn gevallen, zoals de bladeren aan een boom. Heren, u gaat door met uw werk. En wat is dat ook een wonder in deze ondergaande wereld, dat u dode zondaren tot dat nieuwe leven komt te verwekken. Zou u dat ook in ons midden willen doen, ook hier in Arnemuiden, waar dat woord nog mag bediend worden, mocht het zo zijn, ook naar de zin en mening van uw Heilige Geest, dat dat woord levend en krachtig mag zijn, mag worden in ons leven als een tweesnijdend scherp zwaard, dat van een scheidt vlees en geest. Heren, wat hebben we dat dan ook nodig? Maar wat zijn we er anderzijds ook vijandig tegenin, want wij willen niet ontdekt worden aan wie wij mensen zijn. En wat is het toch nodig, heren, omdat we gaan leren vragen, gaan leren hongeren, gaan leren dorsten naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Want anders gaan we er gewoon aan voorbij, leven we de sleur van alle dag. Maar als u ons dorstig komt te maken naar u, o Heere Jezus Christus, naar dat levende water. Och Heere, dan komt u ook daar in de prediking nog op te wijzen. Ook vanmiddag zou u dan, Heere, dat woord willen zegenen aan de harten van jongeren en van ouderen, van jongens en meisjes, ja zelfs van kinderen. Dan is er ook maar één woord soms nodig, Heere. Spreek slechts één woord. Maar wil u dat woord ook doen verstaan? Onze oren doorboren? Wil uw geest ons niet onthouden? Wil de rijen dan nog doorgaan? Wil harde, verharde harten nog verbreken, heren? Maar wil ook hen die daar mogen kennen iets van dat leven van uw genade? Zou u ze willen ondersteunen en versterken vanuit uw woord, dat er voedsel als het ware mag worden toegereikt, als daar de gang gemaakt mag worden door deze levenswoestijn. Dat er voedsel mag worden toegereikt en water des levens om niet. Heren, maak ons dan dorstig. Want we zijn van nature niet dorstig, ja wel naar de wereld. En naar alles wat de wereld te bieden heeft. Dan moeten we dit zien en dat zien en dit meemaken en dat meemaken. En we raken niet verzadigd. Maar Heer, als u komt en ons die ware dorst komt te schenken naar u, omdat we moe geworden zijn vanwege al onze zonden en ongerechtigheden, o, dan komt u zichzelf weg te schenken. Dan mag er wel eens een ogenblik zijn van verzadiging. Ja, dan mag er wel eens iets zijn, heren, dat we verkwikt mogen worden, versterkt mogen worden, om onze dorst te zien gelest. En dan gaat het er ook om, heren, dat we straks eeuwig de dorst gelest mogen zien in dat water des levens, in die waterfontein Christus. Heren, dat ons hart daar ook naar uit mag gaan. En dat we het ook met de bruid en de geest en de bruid mee mogen leren bidden. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastelijk. En wat moeten we u belijden, heren, dat we zo weinig aan die bede toekomen.
Want we proberen hier een hemel op aarde te maken. We proberen hier onze dorst te lessen. En we zijn al een beetje tevreden als dat wat lukt met alles wat de wereld te bieden heeft. Maar laat ons toch zien, Heere, dat het alles tekort is en we er eeuwig mee om zullen moeten komen. Maar wilt u dan nog geven, Heere, dat zo dat woord ook vanmiddag dat mag uitgaan, gezegend mag worden. Wilt u dan ook nabij zijn allen die meeluisteren via de kerktelefoon? Heer, als daar in de stilte van de huiskamer uw woord mag klinken, dat we biddend mee mogen preken als het ware, dan kan het wel eens zijn dat we voorgaan om daar het woord te mogen uitspreken. Heer, wil dan zo zijn met een ieder van ons. U kent ook onze omstandigheden, als daar moeite en zorgen zijn in huwelijk en gezin. U weet ook als daar een geliefde zo plotseling uit het leven werd weggenomen, of na een lange ziekte. Heren, dan weet u ook het verdriet dat daar is bij de weduwen en de weduwnaar. We dragen ze allen aan u op, heren, de alleenstaanden, degene die eenzaam zijn, degene die bedroefd zijn, beproefd worden. Heren, wat zijn er soms veel moeite en zorgen die het hart kunnen drukken. Maar geef bovenal die grootste zorg als we nog een ongeredde ziel hebben. Nog geen borg in Christus. Wilt u ons, Heren, daar dan ook maar bij bepalen als we nog zonder die borg dit leven door moeten, en dat we niet eerder zouden rusten dan dat we de rust mochten vinden in hem die zichzelf als borg gesteld heeft voor doodschuldige zondaren. Heren, wilt u dan ook zo vanmiddag die enige naam onder de mensen, onder de hemel gegeven tot zaligheid doen klinken, de naam Jezus, zaligmaker van zondaren. Heren, wij vragen ook of u onze kerk nog wilt gedenken. De kerk der vaderen, waarvan we ook moeten belijden dat ze zo van haar plaats is, dat ze ziek is. Heren, maar zou het toch mogen zijn dat we, juist als die kerk zo ziek is, haar niet zouden verlaten, maar dat we, Heren, mogen bidden om genezing, om herstel. En u bent toch een God van wonderen, Heren. U heeft toch ook in die kerk willen werken, tot op de dag van vandaag werkt u er toch ook nog in. Want u gaat toch door met uw kerkvergaderende werk. U gaat toch door om mensen te vernieuwen door woord en geest. Wederom geboren te doen worden. Zou u dat willen schenken, Heren, opdat uw naam mag worden verheerd, uw koninkrijk mag worden uitgebreid. O, dan bidden de geest en de bruid ook nog vandaag dat u mag komen, ja zeker, maar ook dat uw koninkrijk nog verder mag worden uitgebreid, dat er nog velen zullen komen die mee zullen bidden, kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk, Heere, dat we zo ook elkaar die enige weg maar mogen wijzen. In alle eenvoud, mocht het ook zijn met alle ernst, zegen de prediking van uw woord, die ook in die kerk nog mag voortgaan, diep in verval. Maar Heere, wilt u dan juist ook laten zien dat u mensen gaat trekken door de prediking van uw woord, de bediening der verzoening, dat als het ware onder de prediking het bloed mag druppelen in het midden van de gemeente, dat u mensen ongelukkig maakt in zichzelf. En als u dat doet, Heren, dan maakt u ze ook gelukkig, want dan kan het niet anders, of dan zult u ook de zulken die ongelukkig gemaakt zijn ook doen zoeken dat ene geluk, en u zult ze het doen vinden. Want u zegt zoekt en gij zult vinden, klopt, en u zal worden opengedaan. Heer, ontferm u zo over ons land en over ons volk. En als we daaraan denken dat
ons land vroeger werd genoemd het Israël van het Westen, dat het nu wel genoemd moet worden het Sodom van het Westen, waarin alles mogelijk schijnt te gaan worden, ook als we denken aan de euthanasie, aan de abortus. Heren, welk een dwaalgeest maakt zich meester van ons volk. Zou u dan nog willen geven, mannen die daartoe mogen waarschuwen, daar waar zij gesteld zijn ook in 's lands vergaderzalen, heren, dat we ook hen mogen opdragen aan uw genadetroon, opdat ze daar ook mogen terugroepen tot uw woord en tot uw getuigenis, dat ze daar mogen staan als het ware als een profeet, om daar te roepen dat het niet goed gaat als wij u en uw woord en uw geboden verlaten, dat het waar is dat wie u, o God, verlaat, smart op smart te vrezen heeft. En daarom, heren, wij bidden van u, wilt u nog een wederkeer schenken? Ach, u bent toch die almachtige God. Heren, zoudt u zich nog willen laten verbidden? Och, dan moeten we het ook belijden, als we alles overzien, heren, dat we daar zelf ook schuldig in staan. Dan zijn we geen zoutend zout en lichtend licht geweest. Dan hebben we zo weinig juist daarvan getuigd en gesproken, zo weinig gewaarschuwd, heren. Ja, dan zijn wij het en onze vaderen tevens, die u de Heer hebben verlaten, die u, o God, de God des levens, die zoveel wonderen heeft verricht, hebben vergramd vanwege al onze zonden en ongerechtigheden. Heren, dat we dan een lichtend licht en zoutend zout zouden mogen zijn, ook in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Maar dan hebben we ook onszelf zo leren kennen, heren, want dan kunnen we er niet meer boven staan. Dan moeten we het ook belijden. Heer, als u geen genade verheerlijkt had, dan was ik nog even gelijk die massa die daar mee zwemt met de stroom van de gedachten en gevoelens, als dode vis zich mee laat stromen. Maar Heer, dat we levende vis mogen worden, dat tegen de stroom inzwemt en ook daarin eigen kracht moet ervaren dat het niet gaat. Want heren, dan kan er wel eens een Jehu-geest over ons zijn, dat we meer vuur dan licht hebben. Maar geef het ons, heren, dat we het mogen ervaren als in uw kracht. Dat we ook mogen ervaren dat we zonder u niets kunnen doen. O, geef dat afhankelijke, dat tere leven. En wat moeten we dan onze zonden bewenen, heren, dat we zo weinig zijn die we zijn zouden moeten. In het midden van land en volk, och, hier ook in eigen dorp, of waar dan ook. Wilt u ons nog gedenken? Zoudt u ons nog willen zegenen, hier op en onder de kansel op de galerij? En wil de vakantiegangers gedenken in ons midden, die rust zoeken, maar geef dan de rust te mogen vinden alleen in Christus, de grote rustaanbrenger. Heren, we hebben u zoveel te vragen. Ach, zoudt u nog nabij willen zijn en met uw volk Israël, een bijzonder teken gesteld in deze wereld tot op de dag van vandaag. Heren, dat u daar ook het deksel van het aangezicht zou af willen nemen. Niet alleen van de Joden, maar ook van de heidenen. Ja, van ons, heren, opdat we mogen zien hem die gekomen is, de Heere Jezus Christus, de verlosser en zaligmaker van zondaren. En dat er nou niemand tot u, o God, kan komen dan door Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Ach, Heer, ontferm u over uw kinderen in de strijd en de moeite van dit leven, waar ze zo menigmaal ook moeten ervaren dat ook zij nog zo dikwijls ten onder liggen in de strijd tegen het vlees. Maar Heer, uw geest, wilt u die nog uitzenden, opdat ze ook
in de kracht des geestes, die tot de kracht en de geest van Christus is, dat ze in hem mogen overwinnen. Heren, wij vragen u, wil dan zo nog onze bede horen, een zegen schenken, uit genade, en dat alleen om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, wij willen nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 42 en daarvan de eerste drie versen. Hijgend ter der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En ook het tweede vers, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht aan mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? En het derde vers, o mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust, voelt het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. En wat daar verder volgt van Psalm 42, de versen 1, 2 en 3.
Gemeente, de tekst voor de prediking waar we met de hulp des Heren uw aandacht bij willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 22, en daarvan het laatste gedeelte van het 17e vers. En daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: en die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Gemeente, in het eerste gedeelte van ons tekstvers lezen wij: de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom. En eigenlijk is dat een heel kort gebed, en eigenlijk bestaat het maar uit één woordje, het woordje kom. En daarom is het juist ook zo veelzeggend, want dat ene woordje vertolkt het diepst verlangen, het brandend heimwee en het vurig uitzien naar de komst van Christus, zoals dat leeft bij de geest en de bruid. En dan moet u opletten, als daar gebeden wordt, dan staat daar de geest voorop. Hij heeft het hart van de bruid, dat is de kerk, Gods kerk op aarde, gaande gemaakt door haar Christus, de bruidegom, voor te stellen in zijn algenoegzaamheid, in zijn dierbaarheid, in zijn beminnelijkheid. De geest is het die in haar het verlangen werkte om Christus te mogen leren kennen, om hem te mogen ontmoeten en om hem te mogen omhelzen in en door het geloof. De geest is het ook die de bruid doet bedenken en zoeken de dingen die boven zijn. Daar waar Christus haar bruidegom is, die zijn bloed en leven voor haar heeft gegeven. En de geest doet die bruid dan ook bidden, kom. En daaruit blijkt ook het verlangen van de bruid naar de trouwdag. Weet u hoe het dan is in dat leven van Gods kind, als lid van die bruidskerk, dat ze gaan uitzien naar de komst van hem die hun ziel heeft lief gehad. Dan is het wel eens: wanneer komt die dag dat ik bij u komen mag? Zeg eens, en dat is nog maar het eerste gedeelte van onze tekst, maar mag toch de vraag wel aan u stellen vanmiddag. Zeg eens, kent u ook iets van dat verlangen in uw leven naar de ontmoeting met Christus hier, maar ook straks? Bid u het mee, kom Heer Jezus. Ja, kom haastelijk, en dat niet om maar van de narigheid af te zijn, of van een moeilijk leven af te zijn, maar dat het u waarlijk te doen is geworden om de persoon van Christus, die u heeft mogen leren kennen als uw zondenvernieler, als hem die uw ziel heeft lief gehad. Kent u dan het verlangen naar de Heere? Maar als dat er mag zijn door genade, dan kent u ook het verlangen. Dan leerde u ook bidden om zijn koninkrijk. Opdat er maar meer en meer zondaren getrokken zouden mogen worden uit de duisternis tot zijn wonderbare licht.
dan gaat u vragen of dat koninkrijk van God nog uitgebreid zou mogen worden hier op aarde en straks daar met die schare eeuwig Gods lof mag worden verkondigd. Want in de veelheid van de onderdanen ligt toch des konings heerlijkheid. En weet u wat u dan ook mee gaat vragen? Die nodiging om die ook voor te mogen houden. Om hem ook te mogen verstaan dat er velen nog zouden komen. En dat is dan die nodiging waar het over gaat in het tweede gedeelte van ons tekstvers. Vandaar ook dat er nog een laatste nodiging, ja de allerlaatste nodiging in Gods woord ons wordt voorgehouden. Daar willen wij met de hulp des Heren uw aandacht bij bepalen vanmiddag. En dan staan we in de allereerste plaats stil bij de heerlijkheid van die nodiging. Maar in de tweede plaats, gemeente, staan we ook stil bij het misbruik van die nodiging. Maar ten slotte ook bij het genadig verstaan van deze laatste nodiging die ons tegenkomt vanuit het woord van God. Waar we dan lezen, en die dorst heeft. Komen en die wil nemen het water des levens om niet. Gemeente, er is denk ik niets zo erg als dorst te lijden. En er is anderzijds ook eigenlijk niets zo heerlijk en gezegend om die dorst te mogen lessen met helder fris water. En dan kunnen we daarbij ook denken aan die vreselijke woorden die zijn uitgesproken door die rijke man in de gelijkenis. Die dan op een gegeven moment zegt, zend Lazarus dat hij zijn vinger dope in het water en mijn tong verkoelen, want ik lijd smarten in deze vlam. Wat moet dat zijn? Die dorst waar die rijke man van spreekt.